welkom bij weer een gloednieuwe Fan Friday video. Vandaag wordt echt een super mega leuke video waar ik ontzettend veel zin in heb. Dus laten we proberen om voor de like all de 10.086 te halen. Ik ben heel erg benieuwd of dat ons gaat lukken binnen één dag. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier krijg je namelijk een melding iedere keer wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan kun je er ook meteen bij zeggen dat je bij de hashtag notificatiesquad hoort. Dus als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen met het eerste gedeelte, namelijk fanart. Hier zie je allerlei verschillende soorten mega toffe fanarts langskomen. En die zijn allemaal door jullie gemaakt. Heel erg bedankt daarvoor. En als je graag kans wil maken om in de volgende Fan Friday video te komen, is dat heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is natuurlijk een fanart maken. Vervolgens post je dit op Instagram, tag mij daarin en zorg ervoor dat je account niet op privé staat, want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. En ik vind het altijd super geweldig om door alle fanarts heen te scrollen. Jongens, jullie zijn zo ontzettend getalenteerd en mega creatief. En ik vind het echt heel erg geweldig om ze allemaal te zien. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Ik waardeer het enorm. En als je de vorige Fan Friday video gezien, dan weet je misschien wel dat ik met een tweede single aankom. En jongens, ik vind het zo ontzettend spannend. Ik heb er ontzettend veel zin in. En in de aanloop naar deze tweede single ga ik iedere week een puzzelstukje vrijgeven. In totaal komen er 5 puzzelstukjes en vorige week was de eerste. En ik vind het super leuk om het allemaal terug te zien komen. Dit eerste puzzelstukje hebben jullie al op de goede kant gezet. Dus dat is natuurlijk een eerste goede stap. En ondertussen kun je natuurlijk al vast gaan raden wat je denkt dat de naam van de tweede single wordt. Tot nu toe heb ik hem nog niet zien langskomen. Maar misschien helpt het tweede puzzelstukje wel. Dus denk je te weten wat het is, laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Of op Instagram of op Twitter. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit waar je het doet. Als je het denkt te weten, laat het me weten. Want ik ben er super benieuwd naar. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het tweede puzzelstukje. Dus daar gaan we. Spannend. Tada! Nou, daar is die dan, jongens. Ik hoop dat jullie hier een beetje mee overweg kunnen. En ik ben heel erg benieuwd of jullie het al een beetje in elkaar kunnen puzzelen met het eerste stukje. Dus ik kan niet wachten om te zien wat jullie hier allemaal mee gaan doen. En dan is het nu tijd voor het volgende gedeelte. Namelijk Nutella cookies. Online kwam ik een heel erg tof recept tegen. Namelijk een Nutella koekjesrecept. En ik ben echt helemaal geobsedeerd met Nutella. Ik heb het bijna altijd op mijn brood. Dus misschien niet het allergezondste om op je brood te hebben. Maar het is gewoon zo ontzettend lekker. En om dan te bedenken dat je ook Nutella koekjes kunt maken, dat moet ik natuurlijk uitproberen. Oh my god. Ik ben er super benieuwd naar. Ik vraag me eigenlijk af of jullie wel eens een keertje Nutella op hebben gehad. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Of je een keertje Nutella hebt geprobeerd of nog niet. En dan is het nu tijd om het koekjesrecept uit te proberen. Ik kan niet wachten. Je hebt niet zo heel erg veel ingrediënten voor dit recept nodig, wat ik echt ontzettend gevaarlijk vind. Want ik zie mezelf dit al gewoon midden in de nacht maken als ik trek heb. Dus laten we maar gewoon hopen dat het niet lekker gaat zijn. Allereerst, wat je nodig hebt, is gewoon witte bloem. En hier heb je 1 Amerikaanse cup voor nodig. Dus ik heb hem gewoon hier zo afgemeten. Ongeveer, ietsje minder. Maar maakt niet zoveel uit. Zo. En dan ook een gelijke hoeveelheid aan Nutella. Maar ik denk dat je het ook waarschijnlijk wel met een andere chocopasta kunt doen. Alleen Nutella is gewoon zo ontzettend lekker. Dus ik ga het hiermee doen. Yes! Het is hier best wel warm. Dus de Nutella is een beetje zacht geworden. Dus ik kan het gewoon hierin gieten. Denk ik. Hoop ik. Ik heb geen idee. Oh, het ruikt naar Ferrero Rocher, jongens. Ik weet nooit hoe je dat uit moet spreken. Maar het ruikt wel ontzettend lekker. Het ziet er naar uit dat ik eigenlijk gewoon een hele verpakking moet gebruiken. Oh my god, dat had ik niet verwacht. Oh my god. Oh my god. Hoeveel Nutella moet je hiervoor gebruiken, jongens? Dit is het. Ik kan je in ieder geval vertellen dat het eigenlijk bijna de hele pot is. Dus als je het recept zelf gaat maken, scheelt het je weer afwassen. Ik ga het nu hierin stoppen. Wow. Ah, lekker. Laten we dit nu gaan roeren. Yes. Oké, dit is raar. Dit is echt heel erg anders dan normale koekjesdeeg. Oh. Oh, vergeet ik bijna het allerlaatste ingrediënt, jongens. Namelijk een ei. Zo, en dit ei komt van de Farmers Market. Lekker vers ei. Ik heb niet het gevoel alsof dit één heel erg groot geheel gaat worden. Maar we will see. Wow, het begint steeds meer op koekjesdeeg te lijken. Oh my god, wow. Nou, het is eigenlijk een beetje kruimelig geworden. Mijn arm is er echt ontzettend moe van. Het duurde veel langer dan dat ik had gewild. Maar
Ja, het lijkt ergens op. Laten we gewoon kijken of we er een beetje koekjes van kunnen maken. Het ziet er in ieder geval best wel lekker uit. Hier heb ik een bakplaat en daar ga ik mijn koekjes op maken. Dus ja, yes, stapje dichterbij de koekjes. Nou, ik pak er gewoon een schepje uit. Ik leg het in mijn hand en ik hoop dat het allemaal een beetje één geheel wordt als ik erin knijp. Laten we dat eventjes kijken. Oeh, kijk! Het lijkt op een drolletje. Ik ga het eventjes allemaal plat drukken of bij elkaar drukken. Oh jeetje, het kruimelt wel een beetje. Misschien moet er ietsje meer Nutella in, maar in principe werkt dit. En dan leg ik het op de bakplaat. En ik druk het zo. Oh, dat is echt het lelijkste koekje dat ik ooit heb gezien. Dit is zo raar als je al die kruimeltjes bij elkaar pakt. Maar als je het dan zo bij elkaar knijpt, dan is het één groot koekje. Lekker logische zin, Jamila. Goed zo. Oh my god. Het ziet er zo ontzettend lekker uit. Ik heb eigenlijk het gevoel alsof ik maar gewoon een beetje Nutella op een bakplaat stop. Dus het lijkt me echt totaal niet dat het gaat werken. Het is Nutella en bloem. En een beetje ei erbij. En daar komt dan een koekje uit. Huh? Nou, ik ga door met de rest van deze koekjes en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Jee! En dan is hier de allerlaatste. Zo, ik weet niet of jullie mijn vingers kunnen zien, maar het lijkt wel alsof ik gewoon een Nutella handschoen aan heb of zo. De koekjes zijn klaar en ik ga ze gewoon in de oven stoppen, jongens. Het moet ongeveer 6 tot 8 minuten in de oven op 175 graden Celsius. Ik moet misschien eerst mijn handen wassen, maar oké, here we go. Oké, hier ben ik weer. Ze komen net uit de oven. Ik heb het natuurlijk wel een beetje af laten koelen. En de koekjes zien er super schattig uit. Ik vind het echt geweldig. Kijk hoe ontzettend leuk ze zijn. Het valt eigenlijk wel heel erg mee. Ze vallen niet uit elkaar. Oh. Oké, misschien wel. Dat komt vooral omdat het natuurlijk nog warm is. Maar ik denk dat als het zo meteen helemaal afkoelt, dat het wel prima is. Nou, ik denk dat ik er maar gewoon een hapje van ga nemen. Want het ruikt zo enorm lekker. Mijn maag rammelt helemaal. Ik heb er helemaal zin in. Oh, ik vind verse koekjes altijd zo ontzettend lekker. Oké, ik neem er een hapje van. Oeh, wow. Oh my god. Oh my god. Dit is zo hemelslekker. Ik baal wel echt enorm, want jammer genoeg wordt dit echt een nieuwe verslaving. Oh my god. Oh. Yo, 20 second rap out. Rome, Hila, Noah, Lola, Demi, Isabella. Anna, Nick, de Kort, Vanessa, Sarah, Gabriella. Ameline, Bo, K en C, Melina, Joost. Jenneke, Kramer, Linda, Lotte, Eva, Esme, Oost. Jet, Seppenveld en Elmedina, Zelda, Hoy. Julie van der Heide, Beauty Tiger, The Enjoy. Alicia, Yada, Blerte, Maka, Sena, Yuna, Bram. Sasha, B, Mike, Cuban, Bente, Pogo, Sam. De vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete beleg op brood? Ik vind zelf aardbeien echt super, super lekker. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te geven als je het leuk vond. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!